Lingeriewinkel Anna Diva opent een webwinkel in Duitsland. Het bedrijf bestaat sinds 2012. Eerst was er een webwinkel en later pas een gewone winkel. In België is er ook al een winkel en sinds kort ook één in Duitsland. We hebben natuurlijk begonnen met een Nederlandse shop, later een Belgische shop om onze klantenkring uit te breiden, je afzetmarkt. Goed, en dan is Duitsland ligt dicht bij Nijmegen. Dus wij dachten, kunnen we dat niet combineren op een of andere manier dat we nog een afzetmarkt gaan vergroten. We hebben vrij veel bezoek op de shop natuurlijk. Dat wij goed kijken naar welke merken mensen zoeken. We zijn heel goed vindbaar in Google, dus Google AdWords, organische zoekresultaten. Facebook zijn we heel groot, hebben we bijna 50.000 volgers, een hele grote vaste klantenkring. En dat alles maakt ons op dit moment wel de grootste lingerie webwinkel in Nederland. Anna Diva heeft goed nagedacht over een onderscheidende manier van verkopen. Hadden ze zelf verwacht dat ze zover zouden komen en wat zijn de ambities voor de toekomst? Ik wil het wel professioneel opzetten. Het is niet als een hobby op een zolderkamertje er maar even bij doen. Want dat denken heel veel mensen, een webshop doe je even zo leuk erbij. Maar dat is niet zo. Dus professioneel aangepakt. En veel naamsbekendheid gekregen door allerlei free publicity. En eigenlijk het constant blijven bouwen en durven ondernemen. Daardoor is het gaan groeien en is het groot geworden, maar niet gedacht dat het zo snel, zo hard zou groeien. Dat is wel een beetje mijn verwachting te boven gegaan. Ja. We zijn binnen met de ontwikkeling van een nieuwe winkel in de regio Den Bosch. Het wordt een hele grote shop. En op die plek gaan we ook onze webshopvoorraad houden en ons hoofdkantoor zetten. Dus daar zijn we mee bezig. Er zullen waarschijnlijk wel meer webshoplanden bijkomen naast België en Duitsland. Maar Frankrijk of de UK. We gaan de collectie nog verder uitbreiden met meerdere merken en meerdere productgroepen. Dus wij zijn voorlopig nog niet klaar met ondernemen.